Maarten, jij bent geen carnavalsfan, weten we. Nee. Maar inhoudelijk deze wel of ook niet? Nou, dat zie je wat op de hak wordt genomen, lijkt mij wel aantrekkelijk eigenlijk. Blijft toch iemand die door een vrij brutale zwendel miljoenen verdiend heeft ten koste van de COVID-pandemie. Maar ik lig er niet wakker van. Ook niet van het carnaval, zolang ik er niet heen hoef. Ik ben niet van het verbieden, zal ik maar zeggen. Nee, stel je voor. Nou, ik denk dat als ik dictator zou worden, dat je er geleidelijk in groeit en dat je tenslotte denkt, het moet nou God beter, het is afgelopen zijn. Verpest het feestje nou niet voor deze dames. Nee. Maarten, ze hebben zo er zo naar uitgekeken. Volgens mij valt het, Beppie, is voor jou is toch niet te verpesten? Hè? Nee, dat is niet te verpesten. Maar het klopt eigenlijk wel wat meneer Maarten zegt. Je moet erin groeien. Ja. Niet iedereen vindt het leuk. Heb je even wel eens een Maarten lookalike gezien trouwens? Oh, zoveel joh, zoveel. Ja, zeker. Nee, maar dat is inderdaad zo. Je moet erin groeien. Ja. Dus de meeste mensen hebben deze mening. Denken van, het is gewoon dom en het is gewoon lallen. Maar dat is het niet. Nee, jullie goed, gaan straks helemaal overtuigen van wat carnaval is en de prachtige tradities daarvan. En jullie kunnen in ieder geval niet wachten. Want jij is witte man, Maarten. Jij bent lijstduur voor de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Maar je gaat niet in de raad. Maar niet om deze reden. Nee. Ik ben lijstduur en daarvoor had ik al heel wat te overwinnen, eerlijk gezegd, om dat besluit te nemen. Omdat ik eigenlijk vond dat de partij zich bij Rutte 2 zodanig had misdragen dat ze mijn steun niet langer konden krijgen. Maar goed, ik heb mijn hand over mijn hart gestreken en het toch gedaan. Ja. Maarten, jij hebt wel eens de proef op de som genomen in een taxi, klopt ja, dat? Ja, al heel lang geleden. Wat was er dan? Ik dacht het interessant om te weten of ik zonder al te grote problemen aan een pistool zou kunnen komen. Dus ik reed in de taxi van het Centraal Station in Utrecht naar mijn huisadres. En toen zei ik van ja, ik heb een vuurwapen nodig. Kun je me daaraan helpen? Nou, alsof het een volstrekt vanzelfsprekende zaak was. Zei hij, ja, ik zou u zo een telefoonnummer geven. Moet u naar een café? Ik ben dan vergeten waar. En daar kon ik dan dat wapen krijgen. Ik zei, wat gaat het kosten? Toen zei hij, ik geloof, het is of nou de guldenstijd of dat weet ik niet meer. Hij zei 400. Ik zei, nou, dat vind ik nou nogal aan de prijzige kant. Dat kan in België goedkoper. En toen heb ik gezegd dat ik er maar van afzag. Maar je ziet, dit is in Utrecht. Een keurig uitziende meneer zoals ik. Het is ook niet dat hij zei, wat moet u nou toch met een vuurwapen? Nee. Ik geloof als ik had gezegd, ik zoek een mortier, dan had hij ook gezegd van ja, dat is mogelijk, dat kan geregeld worden. Waar zie je dat al zien, zoiets? Het is een tijdje geleden dan, maar dat zou nu ook gebeuren? Of kunnen? Ja, zeker. Mond-op-mond reclame is altijd, wat hij zegt, dat ze altijd gewoon aanwezig zijn. Maar ja, jongeren gaan niet echt op een mond-op-mond reclame. Ja, of die gaan echt geen jongeren hoor, ik nee. Was al een bejaarde man. Nou, ik denk gewoon, ja, jongeren zelf die kijken echt gewoon naar alle mogelijkheden. Wat wordt de volgende stap van Vladimir Poetin? Maar tegelijkertijd, Maarten, weten we, het is ook een totaal onberekenbare man. Wat verwacht jij? Nou, dat weet ik niet of hij zo onberekenbaar is. Op zichzelf is deze hele exercitie betrekkelijk berekenbaar. Omdat de Russen natuurlijk al veel langer geleden hebben gezegd dat de hele ontwikkeling van het Europese veiligheidssysteem hen helemaal niet bevalt. En zij zien zichzelf als een slachtoffer daarvan. Ik moet ze maar even terug naar de startpositie. En er was natuurlijk voortdurend sprake van het feit dat de invasie begonnen was. Maar er is natuurlijk helemaal geen invasie, dat is kletskoekerij. Om de eenvoudige reden natuurlijk dat die invasie die is van 2014. Dat we zeggen, hij maakt gebruik van een invasie die er al lang is. Die heeft hij nu bekrachtigd met die terminologie die we al hoorden. Maar het uitgangspunt is iets wat 8 jaar geleden begonnen is. En nu is natuurlijk de grote vraag, want als je naar die deelrepubliekjes krijgt, het zijn hele ongelukkige republiekjes, ik zou ze zelf onmiddellijk aan Rusland cadeau doen en verder niet moeilijk over doen. Sorry voor... Want de Oekraïne is ze toch kwijt. Het hele idee dat ze ooit terug zullen komen, dat is allemaal illusiepolitiek. Dus daar moet je eigenlijk niet mee bezighouden. Maar die deelrepubliekjes zijn maar een heel klein deel van die twee provincies. Als je naar een kaartje kijkt, zie je dat die twee provincies, die zijn nog eens een keer 2 of 3 keer zo groot als die lullige deelrepubliekjes. En nu zei Poetin natuurlijk dat hij ook de grenzen van die provincies erkent als deel van die republiekjes. En dan is de vraag, zijn ze dan van plan om die restanten, om die op te veroveren?
Want dat zou je in principe, daar zou je daarvan uit kunnen gaan. Maar denk je? Daar heeft hij al geamendeerd. Ja, je moet even luisteren naar wat ik ga zeggen. Daar heeft hij al zodanig geamendeerd dat hij zegt van ja, dat hoeft niet langs militaire weg. Dat zou best langs de weg van het overleg kunnen. Dus mijn conclusie is toch steeds A, er is van een invasie geen sprake. Het is de bevestiging van een toestand die al lang bestaat. En die ook niet fundamenteel gaat veranderen. En het begint pas echt als de Russen zouden besluiten om een massale militaire aanval te doen op de restanten van die twee provincies. Vergeet niet dat die grens, niet waar, waar je altijd die loopgraven ziet, die zullen maar in zitten, die modderige troep. Dat zou een zeer omvangrijke militaire operatie betekenen. En daarom denk ik, eerlijk gezegd, dat we nu een soort van tijdelijk eindpunt hebben bereikt en dat er van een grote omvangrijke militaire operatie, waarbij tienduizenden militairen betrokken zouden zijn, in ieder geval voorlopig geen sprake zal zijn. Vooral ook omdat de Russen voortdurend eigenlijk de achterdeur open laten staan van er is nog steeds overleg mogelijk enzovoort. Het is voor Poetin toch veel aantrekkelijker om de Oekraïne traag te wurgen en voortdurend in de problemen te brengen en nou ja, met die hekkerij bezig te zijn, dan om het enorme risico van een omvangrijke militaire operatie te. Want het gekke is. Mag ik even naar de reageer. Ik denk dat wat veel meer kans heeft, is dat hij gaat proberen Oekraïne van binnen. Dat wurgen wat Maarten zegt. Dat wurgen wat Maarten zegt, door middel van hybride aanvallen. Om andere mensen, poppetjes, te proberen in te zetten. Vanuit de regering, ik denk dat dat is waarschijnlijk te creëren, kun je natuurlijk ook die economie van de Oekraïne, toch ook niet een van de meest briljante economieën ter wereld, die kun je natuurlijk enorme schade toebrengen, omdat de investeerders zullen zeggen, ja, wat zijn er voor zekerheden over de komende 10 jaar, niet geweldig. Dat is natuurlijk ook de afgelopen paar weken al gebeurd. Hè? Om een manier te vinden waarop ook Poetin zonder gezichtsverlies een klein beetje kan deescaleren. Dat kan natuurlijk altijd. Bovendien bij die sancties heb je natuurlijk een hele escalatieladder. Niet waar je vast op zichzelf is er vrij terughoudend gereageerd op wat er nu gebeurd was. En terecht naar mijn idee. Want je kunt steeds ernstiger sancties treffen. Hè? Ten slotte kunnen we tot op zekere hoogte Rusland, wat ook een ongelooflijk wankelijke economie heeft, dat stelt geen bal voor, afgezien van de export van grondstoffen, dat kun je natuurlijk enorm treffen. Ja. Want het zwakste punt van Poetin is dat hij natuurlijk een land regeert wat uiterst zwak is. Feitelijk is Rusland, het grootste land ter wereld, is een dwerg vanuit het perspectief van werkelijke machtspolitiek. Ja, maar goed, we kunnen het analyseren en speculeren. Uiteindelijk zijn mensen in Oekraïne natuurlijk hartstikke bang voor wat er mogelijk komen gaat en levert het jou ook veel slaaploze nachten op. Laten we hopen dat het meevalt. Als meevalt. Ik nog een kleinigheid mag zeggen. Ja, we moeten afsluiten. Anders komen we niet meer aan andere gasten toe. Sterkte en dankjewel voor jullie verhaal. Ja. Iedereen vond het waardeloze spelen, heb ik begrepen. Sorry? Waarom? Ja, dat weet ik niet, maar dat lees ik in de krant. Is dat hele akelige, kille spelen. Oh, maar dat is zeker zo. Ja, natuurlijk. Echte klote spelen. Ja, en daarom was het zo verrassend. Ik zeg het maar even. Daar ben je goed in. Ja, daarom. Ja, je ziet maar qua in resultaten bedoel ik. En de interviews van Bertha zat alles in. Ik heb die in ieder geval vast erg niet gehoord. Nee, die heb ik niet gehoord. Nee. Ik lees in de krant, ja, dat is algemene stemming. Nee, maar dat is ook zo. Kil, onaangenaam. Ja, maar je kunt je alles voorstellen bij een spelen in Peking, in China, waar het nog corona is. Nou, dat is geen pretje, hoor.